Welkom in Codekraak, waarbij jij de kans krijgt om een keer te winnen. Anders dan bij vele andere spelprogramma's krijgt iedereen hier een gelijke start. Onderweg in 8 afleveringen is het de bedoeling dat je een code kraakt van 24 codegetallen. Elke losse aflevering bevat 3 opdrachten waarbij je 1 codegetal oplost door middel van de berekeningen, rekensommen en puzzels goed op te lossen. Als het jou lukt om de code van 24 cijfers te kraken en als eerste door te geven via mijn Instagram @decodekraak, dan win jij Codekraak 2022. Veel plezier in aflevering 6 van de Codekraak. Trek een lijn van Delfzijl naar Terneuzen. Welke stad ligt er dan precies in het midden? Als het is gelukt, dan weet je de middenliggende stad. Dan moet je vanaf deze start naar de coördinaten hier in beeld lopen. De vraag is hoe lang je erover doet om vanaf de middenliggende stad naar de coördinaten te lopen. Kies de juiste mogelijkheid uit het rijtje en dan is dit je eerste codegetal van deze aflevering. We hebben in Nederland natuurlijk ook veel pretparken. Denk aan de Efteling en Walibi. Stel je wilt van de Efteling naar avonturenpark Hellendoorn reizen. Hoeveel seconden doe je daarover als je eerst langs Walibi gaat? Tussen de hoofdstad van Groningen en de hoofdstad van Utrecht zitten een aantal kilometer. Kies de juiste hoeveelheid kilometers in het meerkeuzerijtje en dan is dit je derde codegetal van deze aflevering. Als het goed is, heb je weer je 3 codegetallen voor deze aflevering. In de volgende aflevering zullen weer de volgende 3 codegetallen beschikbaar worden. Voor nu bedankt voor het kijken. Volg de Codekraak op Instagram voor hints naar de 3 codegetallen per aflevering. Abonneer op dit kanaal voor meer van dit soort video's. En dan zie ik je volgende week weer. Laters.